ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb zoveel zin in deze video, echt niet normaal. Ik heb even mijn bril op omdat ik zo meteen ga auto rijden en anders zie ik niet zoveel. Maar ik heb dus mijn haar laten doen. Dus dit hebben jullie nog niet gezien. En ik heb weer extensions en ik ben er zo blij mee. Kijk hoe mooi dit is. Ik heb er nu niks mee gedaan. Maar het is echt prachtig. En ik heb de voorste plukjes dus wat blonder gedaan. Ik heb nu geen make-up op, dus het ziet er misschien een beetje heftig uit. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ga namelijk zo met mijn moeder een weekendje weg. En wij gaan naar het concert van Adele. Ik heb er echt zoveel zin in, maar het concert is in München, zoals misschien best wel veel van jullie weten. En we vonden het een beetje lang om 9 uur heen te rijden, concert en 9 uur terug. Dus we hebben er een weekendje weg van gemaakt. Dus het is nu donderdag, even kijken welke datum, 8 augustus. En we gaan dus zo meteen eerst naar Frankfurt rijden, gaan we daar een nachtje slapen en dan de volgende dag naar München. Mijn moeder komt me zo ophalen. Ik heb deze outfit aan, helemaal van de Zara. En dan gaan we. Heel veel zin in. En ik heb een koffer bij me. Beetje overdreven. Nou, ik sta in de lift en ik heb gewoon mijn grote koffer meegenomen. Want ik dacht, dan gooi ik gewoon alles daarin. Hoef ik ook niet moeilijk te doen met kleine tasjes. Hier zit eten en drinken in voor in de auto. Voor mij en mijn moeder. Want ik ga dus samen met mijn moeder. Heel leuk. En hier is dus gewoon de hele koffer. Ik heb gewoon alles erin gegooid. Nou, we zijn aangekomen bij het hotel. Ben benieuwd. Lekker ruime lift. Cute. Het is wel echt een hok. Ja, het is wel echt een hok. Het is wel een mooi uitzicht. Ja, mooi. Wil jij tegen hoe je gaat kijken of zal ik het dan? Doe jij maar. Kijk jij maar daar tegenaan. Ja, het is knus. Laten we het zo benoemen. Knus, but cute. Hoef je hier alleen maar te slapen? Nee, dat is ook zo. Nou, wij zijn aangekomen in de winkelstraat. We hebben net al de Sephora gezien. Mango, Douglas. Maar het is echt heel groot. Heel veel winkels. Je kan hier wel goed shoppen in Frankfurt. Ja. Heerlijk. Nou, we gingen net lekker een drankje doen. Laat zijn we aangesproken. 3 keer. Die man naast ons, achter ons, bediening. Hartstikke gezellig. Zullen we bij de mango kijken? Nou, wij zitten weer even op het terras. Ik heb in de winkels niet gefilmd, want het was best wel een beetje druk. Maar we zijn even een colaatje aan het doen. Het is namelijk al bijna 7 uur. We gaan straks uit eten. Oh. We gaan straks uit eten, maar ik heb dus een paar dingetjes gekocht. Ik dacht ik laat ze gelijk maar eventjes zien. Ze hebben hier dus een Sephora. En nou ja, ik wil niet te veel geld uitgeven, dus ik heb 1 dingetje gekocht. Namelijk deze, een heat protector. Want ik dacht, dan kan ik mijn haar gelijk maar even goed verzorgen. Voor als ik bijvoorbeeld hitte ga gebruiken. En deze is er goed, dus deze heb ik gehaald. Verder even een droog shampoo. Die heb ik niet bij Sephora gehaald natuurlijk, maar deze. En verder bij de Zara ook nog wat. Is dat raar als ik dat hier laat zien? Nou ja, iedereen is toch mooi. En bij de Zara nog een heel leuk setje. Dit is het topje. Volgens mij zie je dit echt niet. Zo. En daarbij wordt dan zo'n zwarte broek in dezelfde stof. Dus heel leuk. Nou, wij hebben even een pizzeria opgezocht. Die van mij is wel bijna op. Mijn mama was het een beetje misgegaan. We hadden een pasta funghi besteld. Funghi? Ja. Maar het werd een pizza opeens. Dus dat was niet helemaal goed gedaan. Maar ik ga alvast even smikkelen. Good morning. Het is vandaag vrijdag. En wij zijn wakker geworden in Frankfurt in het hotel. Het is nu 9:50. We lopen een beetje achter op de planning. Maakt niet uit. Sluitstap. En we gaan even naar een koffietentje. Even ontbijten en dan gaan we daarna door naar München, want morgen gaan we naar Adele. Zin in! En ik heb dus dit hele leuke nieuwe jasje aan van de Zara. Helemaal cute. Oh, het zit hier.
Wij zitten hier zo bij dit leuke tentje. En we hebben even een koffietje besteld en een croissantje en een muffin. We zijn heel benieuwd of het... Het ziet er wel goed uit, ook al is het zo duur. Ik ga er een leuk fotootje van maken. Nou, hij is lekker hè? Ik ga hem even proeven. Normaal drink ik nooit koffie, want ik ga heel erg stuiteren van koffie. Dat is echt zo. Je bent bij jezelf wel druk zelf, ken je niet? Heel lekker. Dat is wel anders dan Mallorca. Maar hier zit ook best wel wat. Wij zitten weer in de auto onderweg naar München. En we moeten nog 3 uur rijden volgens mij. En we zijn even gestopt. En ik heb lekker Kim Nuggets gehaald. Ja, bij de Burger King. Dus die ga ik even opeten. En ik zat net op mijn TikTok te kijken. Roxy Dekker die heeft dus op mijn video gereageerd. Nou, dat vind ik heel leuk. Ik vind het gewoon leuk dat zij dat ook gewoon doet. En niet denkt van, oh, ik ben bekend, dus ik ga nergens op reageren. Maar ze hebben dus nieuwe kip nuggets of zo bij de Burger King. Ja, ik kom daar nooit, dus ik heb geen idee. Ik ga ze even testen. Ze lijken eigenlijk heel erg op die gewoon van de McDonald's. Dit is heel onhandig wat ik aan het doen ben. Heel lekker. En we gaan dus nu 3 uur rijden en dan komen we aan in München. Maar we gaan dus pas morgen naar het concert, want we willen gewoon lekker rustig aan doen. Nou, wij zijn aangekomen in de hotelkamer. We zitten dus weer in een Moxie hotel. Dus we hebben eigenlijk ook gewoon weer dezelfde kamer. En hier blijven we dan 2 nachtjes. Ik kan even mezelf niet filmen. Nou, wij zijn aangekomen in München. Helemaal leuk dit. Afstandmobiel. Heel leuk. Nou, wij zijn beland bij een restaurantje. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Helemaal zin in. Eet smakelijk, man. Good morning. Het is vandaag zaterdag. En wij gaan vandaag naar Adele. Maar het is nu nog ochtend. En we hebben dus geslapen in het hotel in München. En vannacht blijven we hier ook slapen. Dus we zijn hier 2 nachtjes. En we hebben inclusief ontbijt. Dus we gaan nu eventjes lekker ontbijten. En het wordt dus vandaag 28 graden. Of wat was het? 29 graden. Dus we gaan ook eventjes lekkere, koele kleding aan. Heb jij pasje nou? Hoofd ook. Nou, en we gaan nu lekker buiten ontbijten. Wij hebben heerlijk ontbeten. Niks gefilmd. Ik zal het ontbijt even filmen. Ik durfde niet te praten. Omdat er iemand stond die Nederlands kon. Wij hebben net heerlijk ontbeten. Even een goede bodem gelegd. Het is nu bijna 11 uur en we gaan dus even naar de DM. Die zit dus... Is het eigenlijk DM? Ja, volgens mij wel. Nou ja, die grote drogisterij. Jullie weten wel. DM. En dan gaan we eventjes inslaan. Alle producten. En daarna gaan we ons klaarmaken voor Adele. Nou, wij zijn dus even in de DM. Maar het is hier echt veel goedkoper. Ik vind dat zo gek hoe dat kan. Maar het scheelt soms gewoon 2 euro of zo met in Nederland. Dus we gaan eventjes dingen inslaan. En de minis zijn hier ook heel goedkoop. Dus die heb ik ook maar even ingeslagen. En kijk die leuke servetjes. Kijk, bijvoorbeeld micellair water is hier 3,55 euro. Nou, ik heb er nog 2 thuis. Maar ja, dat heb ik er niet nodig. Dit met hyaluronzuur is ook heel goed. Nou, wij hebben allemaal dingetjes bij de DM gekocht. Mama heeft de hele servetafdeling. Maar kijk, ik had wel deze. Die zijn heel cute. Maar ik zal thuis wel eventjes een beetje laten zien wat we hebben gekocht. Maar ook deze droogshampoo. Ik ben heel benieuwd. En? Ja, laat die maar even zien. Dat is wel. Voor Hugo? Ja, voor het nieuwe hondje. Dat had ik ook verteld in de vlog. Lieve. Een leuk krapje. Een krapje. Misschien eet hij hem gelijk wel op, dat hij dit kapot maakt. Ja. Wij gaan ons even klaarmaken voor Adele.
Mama gaat eerst even de opties laten zien wat ze aan gaat doen. We willen dus eigenlijk wat zwarts aan, omdat dat een beetje Adele is. Alleen, we hebben gewoon allebei niet echt super leuke zwarte opties. Ja, ik heb één hele leuke zwarte optie. Oh ja. Maar ik denk dat die te warm is. Ja, het is dus ook 29 graden. Kijk, vanavond niet meer natuurlijk, maar, ja, maar het blijft wel lang heel warm. Ik denk dat dat stoom toch wel uit onze oren komt. Ja. Ook leuk. Maar ik heb dus nu eigenlijk best wel weinig meegenomen. Kijk, en om zoiets aan te doen vind ik ook weer heel heftig. Want ik heb ook mijn bruine laarzen meegenomen. Maar ik vind dat het loopt wel lekker, maar ik heb geen zin om op te lopen. Ik wil eigenlijk gewoon mijn zwarte sneakers aan. Maar het is ook te warm, denk ik. Kijk, ik wil dus eigenlijk gewoon deze sneakers aan. Ja. Die lopen heel lekker. Nou, wat had jij dan zelf bedacht wat het beste bij je sneakers past? Nou, ik zal even mijn outfit laten zien. Kijk, nou, ik vind dit er een beetje stom uitzien, je net. Ja, maar ja, dat ziet niemand, toch? Je mag ook mijn gouden slippers aan, die zitten ook heel lekker. Nou, ik heb dus deze mee, maar deze is dus echt iets te warm. Dan dit topje, maar ja, moet ik even dit goed doen. Met een lange broek. En ik heb ook dit topje. Ik had net gewoon even in de spiegel kunnen filmen. Helemaal moeilijk te doen. Deze. En ik heb nog dit pak. Ik weet niet of je het heel goed ziet. Met dit giletje. Zwart is altijd moeilijk te zien op film. En gewoon een lange broek. Dit zit wel het lekkerst. Maar het is wel minder feestelijk of zo. Nou, wij hebben ons klaargemaakt voor Adele. Ik heb uiteindelijk dit pak aan. Het zit echt heel erg lekker. En wij gaan nu met de metro daar naartoe. Another song for you now, but and I would describe this next song as a very mature song for your ex. You know, I'm sure every single person here, other than the kids, has an ex that you probably don't really like. You know, you probably don't really have like goodwill for them and things like that. But sometimes you have to take the high road for that, okay? And that's why I wrote this song. Are you ready, girls? Let's go the other way. Just the guitar, okay, cool. Right. I want to get someone out of the crowd, is what I want to do. I have been getting kids out of the crowd, and it's not that I don't love it, I haven't actually spotted any kids yet. But, you with the sunglasses on, yes you, I want you to come up stage, because you are such a vibe. Come on up and they'll help you over. Come to the front, they're right here, can you see? Yes, her with the sunglasses on, the cup. There you go, get her. She's been such a vibe, so please come on up, my darling. Okay, take that microphone so I can hear you, yes. Hello? Hello? Years and years ago, and I was like, press record, you've not even recorded. So you're currently living in Johannesburg. I'm trying to face the crowd as well, so you're currently living in Johannesburg. And then when did you guys get to Munich? I flew in on Thursday evening. It was 16 hours of a flight to get to Munich. Who are you here with tonight? There's a group of you. Where have they gone? I know. Five of the girlfriends.
And everyone's come from South Africa. Yes. Wow. And when are you here until? How long are you guys here for? So some of us are leaving Monday, others Tuesday. Oh, okay, lovely. What else are you going to do while you're here? We've been to the BMW museum. There was fun. And a few beers. Yes, a few beers. Yes, the food. Do you know what I heard? I heard that the crepes are fantastic. Crepes are amazing in Adelwell. Well, that's what the locals are going to say. Well, I just have chicken, broccoli and rice before I come on stage because I can't risk getting diarrhea or something else. The show. But listen, shall we get a selfie and then we should stand up here so that your friends... Let's get your friends to get a picture first. Okay, where are the friends? There they are. Okay, so there are the friends. Get a good picture of us, friends. Let's get your friends to get a picture and then we can get... Get in the photo. They're going to take one first. Your friends are going to take one. No, give me your phone. So there's only one bag of merch, but I think he should have it because it's his birthday. Okay, there's a signed program and some t-shirts and bits and bobs from the merch in that bag. Happy birthday. I can't believe you guys are used to it. So, over there, block D7. Block D7, you're right by the arch, over there. Oh, I can hear you, D7. Row 26, seat number 9. Look underneath your seat. There should be a handwritten letter from me, €50, to go get yourself a treat. It's in a plastic, it's like a Ziploc bag, you know, like in a sandwich bag. Hello, yes, block D7. If you can find the letter in the plastic, wave it so we can all see you on the screen. D7, row 26, seat 9. Can you see it? I can't see it. Who's got it? Seat 9. Look underneath your seat. Oh, they're just saying hi to us. That's it, my darling. Can you find it? It should be on the bottom of your seat. Oh. Has she found it? Yay! There she is. Wave at us, my darling. We can see you. Wave at us. Yay! Thank you so much for coming to my show. You know, we're having to get kind of clever with it as well, because obviously I do this during every show and some people might see it online and then like search underneath seats that aren't theirs. So I've got to try and get a bit clever with it. I keep trying to put it back in mine. Can I put that over in your little storage area? Right. Gosh, I'm very sweaty tonight. You've been amazing so far. You've been absolutely incredible. Because it's all that me and my friends have been talking about last night after the show and today. And I'm not saying anything. I think it's the best thing that's happened in the Olympics the entire time. Did anyone see the breakdancing lady yesterday from the Olympics? Now, I didn't even know the breakdancing was even an Olympic sport these days. I think that's fucking fantastic. I really, really do. I knew that skateboarding had become an Olympic one. Have you seen it, Eric? Have you seen it, guys? See, you have, of course Van hasn't seen it. Aaron, my percussionist, is pissing himself laughing, just thinking about it. I can't work out if it was a joke, but either way, it has made me very, very happy, and me and my friends have been shitting ourselves laughing for nearly 24 hours. But I just wanted to know if you've seen it. If you haven't seen it, please leave the show and Google it, because it is lols, it is so fucking funny. Anyway, it's brilliant, it's my favorite thing that's happened.
in the Olympics this whole time. I'm going to do my first ever official single, my first ever hit for you all. Which I will always say this at every single show that I do out of this little run here. Germany were really the first to really show this song some love. It stuck around for quite a long time in Germany, way back when I was like 19, 20 years old. And again, I can't thank you enough for that. And there's a nice little surprise at the end of it for you. This is Chasing Pavements. Remember to look out for my encores, because it's like you leave, you just pretend to leave. So I don't pretend to leave, I just leave. And I'm going to do two of my favourite and probably most beloved songs. And this one really now is, we've been warming up for the whole show. I've heard you, you've been loud, you've been singing along whenever I go like that. But now it's the time to really shine, okay? This is what all of that work's been for. And this song is a really, really sad song. But I am more thrilled to sing it from a happy place nowadays than how I used to sing it. I used to be devastated, and it used to make me revisit such a sad and cruel part of my life. And now I don't give a flying fuck, so I really enjoy singing it. And if this song ever got you through anything in the past that you're no longer in, it's okay to revisit as well. It's okay to do those things. What did you say, my love? Oh yes, it's not time for that song. You're very, very right. I just gave a huge speech and it's not that song. I'll give you that speech again in a minute. This one is about, it kind of ties into it a little bit, I suppose. Because I wrote this, that's so embarrassing. Can you believe it? And blah, 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 and it's not that song. It's my band leader saying, Adele, it's When We Were Young, not that song that you're talking about. But this one, I wrote on my third album, which was after I wrote the song that I just introduced that isn't happening. Right, here we go. This mic stand doesn't work, just so you... Okay, so down there it goes. Okay, are you ready over here? Oh, I've got to say, what was that? No, that was all of them. Probably knocked my boobs out of place now. It takes me hours to get them like that. Right. Nou, wij zijn terug van het concert. Wat vonden we ervan? Fantastisch. Ja, het was echt. Het was meer dan een 10. Bizar. Ja, het was echt bizar. Het was echt een 15. Ja, en ik heb echt hele mooie filmpjes gemaakt. Ik heb ze niet zo gefilmd. Want mijn camera mocht niet mee, maar ik heb gewoon wel echt hele mooie filmpjes. Ik zal er een aantal in doen. Maar ik kan ook niet alles in doen. Oh ja, bonus. Ja, deze. Die bonus. Kijk, en we hebben deze Adele Cups. Echt heel leuk. Echt heel leuk. En we gaan nu lekker slapen, want het is 1 uur. En we zijn er klaar mee. Poeh. Ik ben weer lekker thuis en het concert was echt fantastisch. We zijn daarna nog een tussenstop gaan maken in Wies. Ergens in Duitsland, ik weet het even niet meer. Zodat we niet in 1 keer 10 uur naar huis moesten rijden. Maar het was echt zo leuk en ik ben echt zo dankbaar. En ik zou gewoon morgen weer willen. En ik had dus nog wat spulletjes bij de DM gekocht. En volgens mij had ik gezegd dat ik dat zou laten zien. Het is niet zoveel. Kijk, deze servetjes heb ik gekocht. Want die vond ik heel erg schattig met die hartjes erop. Ik heb dus deze droogshampoo gekocht voor in mijn schooltas. Blijkbaar is deze heel goed. En verder heb ik deze gekocht. Ik dacht wel leuk voor op school, want ik heb daar een beetje roze thema. Ik heb dit spiegeltje voor in de badkamer gekocht. Allemaal bij de DM, want dat was allemaal heel goedkoop. Shampoo en conditioner. Ik dacht, ik ga deze even proberen. Hopelijk is die goed. Was daar ook allemaal heel goedkoop. En ik heb even lenzenvloeistof, omdat ik dus nu sinds kort lenzen draag. Dus dat heb ik gekocht. En hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Vergeet zeker niet te abonneren en dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video.